Lieve, lieve Willem. Het was met Jaartje wel. De verhuizing van onze vestiging in Nijmegen naar een tijdelijke locatie, midden in onze eerste gezinsvakantie. Het opstarten van een nieuwe vestiging in Veenendaal. Na 17 jaar terug op de plek waar het allemaal eens begon. De verhuizing van Nijmegen naar wat ik daadwerkelijk hoop de definitieve plek voor de komende jaren. En als klap op de vuurpijl de verbouwing van jouw kindje hier in Velp. Never a dull moment with you, zal ik maar zeggen. Maar ondanks het feit dat ik je het afgelopen jaar meerdere malen, zowel letterlijk als figuurlijk, achter het behang heb geplakt, staat hier ook een heel trots meisje. Een meisje die enorm veel bewondering voor je heeft. Voor je kracht, je energie en je doorzettingsvermogen om datgene te bereiken wat jij wil. Voor je eigenzinnigheid en je creatieve geest om van niets iets te maken. Maar vooral voor het hart wat jij hebt voor je drie zaken. Chapeau, schat. Ik ben ongelooflijk trots op je. En ik hoop dat nog heel veel jaren te mogen blijven. Dames en heren, ik geef nu graag het woord aan de drijvende kracht achter Kien. Ik dacht, ik krijg één emotioneel moment. Dan heb ik er twee, bedankt. Meestal doe ik het uit mijn hoofd. Dan krijg ik de laatste tijd wat kritiek op. Dus ik heb wat kernpunten opgeschreven. 30 jaar geleden stond ik hier ook, rond deze tijd. Volgens mij was het juni. Of juli. Juni, hè? En 30 jaar is veel gebeurd. We hebben, zoals Berend-Jan al zei, wat verandering van merken. We zijn begonnen met Chrysler Dodge. Dat werd eigenlijk even de kop ingedrukt door Fiat. Toen werd het Lancia. Dat is inmiddels eigenlijk ook wel einde oefening. Vervolgens ons heel hard gemaakt om Alfa Romeo binnenboord te halen. En dat is gelukt. En daar ben ik onwijs trots op en heel erg blij mee. Uiteraard Abarth, november vorig jaar. Dat zullen niet de aantallen zijn, maar ik denk wel dat het goed is voor ons imago. En wat hebben we gedaan 13 jaar lang? Of ja, eigenlijk 13 jaar lang. Bouwen, bouwen, bouwen. Wat Aniek al zei, never a dull moment. En als het stond, dan verzond ik wel weer wat. Waardoor het eigenlijk toch weer anders moest en beter moest. Ondernemen, en er staan er heel veel hier, is je nek uitsteken. En feitelijk praat je gewoon over topsport. Je maakt toch redelijk wat uren per dag. En als je dan thuis zit, dan ben je eigenlijk gewoon nog steeds aan het werk. Wat hebben we 13 jaar geleden gedaan? Of in 13 jaar, gegroeid van 14 man naar inmiddels, ik denk een kleine 45 man. Met verschillende vestigingen. Vestiging Nijmegen. Vestiging Veenendaal. Nijmegen inmiddels alweer 2 keer verhuisd. Sorry jongens, maar dat moest eventjes. Ik speelde een hoogspel en heb ik verloren. Dus dan moet je op de blaren zitten. Veenendaal in februari gestart. En wat Aniek al zei, 17 jaar geleden is het daar eigenlijk voor mij begonnen. Als medewerker voor de Chryslermerken. Wat heb ik 13 jaar lang gedaan? Altijd nauw contact gehad met de importeur. Een stakeholder waar je niet zonder kan. Ik denk dat dat een prima keuze is geweest. En dat zal ik de komende tijd ook blijven doen. Omdat je nou eenmaal met elkaar verder moet. De relatie tussen dealerbedrijf en de klant is een zijde lijntje. Alleen de relatie tussen een importeur en een dealer is een blok beton. Want je hebt elkaar gewoon snoeihard nodig. En de meeste directieleden zijn hier aanwezig. Dus ook mijn dank bij deze. Er wordt me wel eens gevraagd, wat heb jij met auto's? Nou, niet heel bar veel. Wat ik al zei, ik vind het ondernemen leuk. En auto's vind ik hartstikke leuk. Ik vind het fijn om in een mooie Grand Cherokee een huis te rijden van Alfa Romeo. Maar als ik met een Ypsilon moet of met een Mito vind ik dat eigenlijk ook wel prima. Wat mij drijft is ondernemen. Met jullie in gesprek zijn en bezig zijn. Dat vind ik echt leuk. Nou, wat zien wij voor de komende tijd? Retail is op decennia hetzelfde. Ik denk als je gaat kijken naar de openingstijden van de showroom. Is dat al, ik weet niet hoeveel jaar, van 9 tot 6. Dat gaan wij veranderen. Vanaf de zomervakantie zullen we open zijn tot 21 uur. Randvoorwaardes wel, je moet het faciliteren. Daarvoor nodig ik jullie straks uit om dat te bekijken hoe ik dat zie. Proost op de toekomst stond op de uitnodigingskaart. En die toekomst komt eraan. Er is heel veel gevraagd van collega's. En ik heb vele malen tegen de jongens gezegd, het resultaat is het enige wat telt. En het resultaat staat hier achter mij. Jullie zullen straks wel denken, Kien is gek. Nou, dat klopt.
Punt. Maar het wordt nog gekker. Hier achter jullie ligt 2000 vierkante meter. En dat gaan wij met een week of 2-3 beginnen om daar een heuse 4x4 experiencebaan te bouwen. Wat ik denk niet staat in Europa, dus dat vind ik wel weer lachen. En nu zal u denken, die investeringen moeten toch worden terugbetaald. Ook dat klopt. En ik geef u allen hiervoor alle ruimte. Uiteraard wil ik iedereen graag bedanken die op welke wijze dan ook zijn bijdrage heeft geleverd aan dit project. En ik wil eigenlijk niemand tekort doen, maar ik wil er wel een paar noemen. Beginnen uiteraard met onze klanten. En ik noem het liever relaties. Zonder relaties heb je ook geen zaak. En om deze relaties te kunnen bedienen heb je medewerkers nodig. Jongens, ik denk een topprestatie. Ik heb veel van jullie gevraagd. Het spijt me hier en daar, maar we staan er wel. Dank aan onze leveranciers die het mede mogelijk hebben gemaakt om dit te realiseren. Allemaal regionale bedrijven op een paar na. En mijn god, wat ben ik lastig geweest. Spijt is verstand wat te laat komt. Ik heb geen spijt, maar hier en daar bij deze mijn excuses. Dank aan de gebroeders van Ekeris. Ik denk een droomhuurbaas. Dick, ja, dank. Daar, Dick. Toppetje ben je. Fiat Chrysler Automobiles, onze importeur. Onwijs veel dank. Zonder jullie was het ook niet gelukt. Het vertrouwen wat uitgesproken is 2 jaar geleden was minder dan het vertrouwen van een half jaar geleden. Waarvoor mijn dank. En er is er eigenlijk eentje. En daar moet je allemaal diepe buiging voor maken. Ik maak hem hopelijk eens voor mijn Nikje.